In Katwijk staat een school die in haar soort enig is in de wereld. Uiterlijk is het een gewone school en de leerlingen zijn, hoewel er net als elders wel eens een te laat komt, bijzonder ijverig en leergierig. Maar op deze school ontvangen ruim 100 jongens en ook enkele ouderen een opleiding voor de zeevisserij. Behalve de normale schoolvakken staan hier vakken op het lesrooster waarvan de kennis de leerlingen straks op zee ten goede zal komen. Zoals het schiemanswerk, een soort hogere knopologie en de plaatsbepaling met behulp van de sextant. Harry Krijgsman, die dit jaar voor het eerst naar zee gaat, heeft het al aardig onder de knie. Het breien en boeten van de netten moet ook geleerd worden. Netten worden altijd grondig nagezien voordat de schepen op jacht gaan. Het begin van de haringjacht wordt telkens weer met de nodige luister in onze vissersplaatsen gevierd. Ook dit jaar lagen de loggers weer feestelijk gepavoiseerd in de havens te pronken. In Scheveningen mochten vele landrotten weer een tochtje buiten gaat maken, zoals dat elk jaar het geval is voordat de eigenlijke race begint. Aan de vooravond van het vertrek werd in datzelfde Scheveningen een vuurwerk afgestoken bij de stukken van afloop. 2 dagen later was het werkelijke uur van vertrek aangebroken. Harry Krijgsman stapte in IJmuiden op het Katwijker logger, waarop hij dus de geleerde lessen in praktijk zal brengen. De schipper zal hem die praktijk overigens ook wel bijbrengen. De nog te jonge generatie kon slechts met veel moeite van boord worden verwijderd. Uitgeleide gedaan door vrouwen, kinderen en andere familieleden, voeren de vissers met hun schepen de havens uit. Meer dan 125 loggers zijn op jacht gegaan naar de Hollandse Nieuwe 1953. De netten doen hun werk alweer. In 1952 werd bijna 140.000 ton haring aangevoerd. Een groot deel daarvan hebben wij met z'n allen hier in Nederland geconsumeerd, maar er is ook voor enkele tientallen miljoenen uitgevoerd. Vissers van het zeebanket hopen dat hun vangst ook dit jaar weer een goede vangst zal zijn en dat die met evenveel sympathie zal worden ontvangen.